ik ga rechts zitten dan. Serieus, ik weet niet wat er is. Maar ja. Welkom to the Ford, out of six, well, seven, of this series. A quite a long trip from Sheffield to Wait via Pinus Stone, where you need to swap cap as you will go in the opposite direction. It's a challenge to go down to Wait with a long, heavy train behind you, as it's going to mainly downhill. As you may see, slowly but surely you're running out of diesel, so hope you make it without getting into trouble. You may need to refuel once you are in bed. Wat, hoe je het ook wil zeggen. Nou, keep an eye on the signals. Watch your speed. Nou, dat is allemaal standaard. Ja, ik was vorige week was ik ziek geworden halverwege de middag. Dus een iets bekend iets wat ik heb, dat komt één keer in de zoveel tijd terug. Gelukkig kan ik daar adequaat op reageren. Gewoon rust nemen en dan gaat het allemaal goed. Kijk eens, kaartjes er ook alweer bij. Dus, just drive to through 7th station, but well, over 10 miles per hour limit beginning right ahead of you until you cross Sheffield. Oké. Okay. Nou, waar rijden we mee? Nog steeds met het LAT 37? Hey Daan, goedenavond. Welkom. Hey Energetic Shadow, goedenavond. Stoomtrein. Grappig hoe je het hebt gedaan met die Wikipedia pagina. Oh, met tabellen. Ja, ik heb ooit een keer, dus ik dacht zo van, ik wil iets makkelijkers hebben om het te laten zien. Dus ik dacht van, ik maak dit wel even. Ja. Alle plaatjes zijn geüpload en die zijn allemaal gelinkt. Dus die kan ik zo in elkaar zetten. Een deel daarvan, van de indeling, is ook te danken aan Rupke. Die heeft erover meegedacht. Dus... toch eens even kijken. Oh, kijk. Stoomtrein hype. Die staat een beetje vast in de tijd. Good evening, Flying Dutchman. Goedenavond. Ja, voor alle zekerheid, de Zwift is Rupkerem bij de hand. Ah, is misschien nodig. Dan driekleurig licht. Volgens mij is dat licht een beetje bugged.
Oh, ik weet al, ze zijn een lampentest aan het doen. Vandaar dat we hier overheen moesten. Oeh, wat spot mijn oog? Ja. Oeh, hier ben ik nog nooit geweest. Couple on BH1. Pick up all your wagons to your right. Okay. Dromen dans. Dromen zijn. Regenboog zijn. Waar ik door de hele schuur moesten. Oh ja, hoofdlijn. Laat maar even gaan stoppen. As for permission before you leave the yard. Note, you take you control a long and heavy train now. Don't forget this while braking or accelerating. Okay. We hebben veel AI hier. Ik ben benieuwd of ze unfitted zijn, zoals ze noemen. Want dan wordt remmen een hel. Probeer dit eens met de jet train. Het zou natuurlijk jet train crash zijn. Ah, ik denk dat ik hier de eerste bocht er al uitvlieg. Maar de jet train heb ik... Wanneer heb ik die voor laatst gereden? Dat zou ook alweer een paar jaar geleden zijn ondertussen. Ik ben niet zoals Bjorn toen, die even langs de TGV komt chasen met de jet train. Een leuke route is het zeker. Het is alleen dat deze trein een beetje niet echt meewerkt, maar...
ook de eerste keer dat echt iemand implementeert dat de view wat lager wordt. Nee, geen emergency break. Oh, als testtrein zeker. Gelijk even een film erachteraan hangen. Kijk, een verroesten. Die heeft betere jaartjes gehad. Hippo hype. Around the world, good morning, begin with a shave. The new showground. Open daily. Oké. Okay. 720 km per uur. Nou, ik weet nog zozeer het scenario van Mark dan op zijn route met de VM die werd afgesleept. 6400 kwam eraan en die ging als jetter in de zwart vandoor. Geweldig. Go via Watsley Bridge. De Hippo, Gronk en Bucky. Nou, blijven ook geweldige machines, hè. Nou, ik moet zeggen, ik heb laatst een materiaalgids weten te bemachtigen. Van de NS600. En een aantal andere. Originele ICM van de motorpost. Dat is een mooie collectie boeken. Kijk, kolencentrale. Zullen wij ook kolen bij ons hebben, zeker? Ja. Je hebt een hippo van de VSM gezien vandaag in Apeldoorn. Wel leuk. Ja, er rijdt nog een aantal. Er was er zelfs eentje nog een... eentje van de Locon, in ieder geval met het Locon logo erop. Die staat er ook als goed is nog. Via Outie Bridge. Go
by Deepika down main. Wortley. Wat? Miles per hour. Nog meer hippels. Engeland er genoeg gehad. Ik zag hem in de werkplaats naast de verroeste stoomlok. Jammer van de verroesting helaas. Maar dat maakt hem weer authentiek. Meer wagonnetjes. Taste that quality. Thin sliced. Oké. Okay. Jullie zeggen dat de kwaliteit prima is. Wat sta je nog aan? Piet. Daan, probeer nogmaals nog eens een keer opnieuw. Of in ieder geval niet. Laten we die maar niet doen. Standen gaan van de vorige keer. Ik zou zeggen, you did deserve the timeout. Campje Freak wil nog eens treinen door Engeland en Schotland. Oh ja, dat is zeker leuk om te doen. Daar hebben ze ook heel veel van die heritage runs. Van dat oude materiaal, dat is ook geweldig om een keer te doen. Helaas zou je deze lijn niet kunnen bezoeken, in ieder geval grotendeels niet. Omdat die gewoon simpelweg niet meer bestaat. Maar ik heb genoeg van die kleine ritjes.
Mark is heel goed in multitasken. Nou, tot zometeen, kopje vrieg. Nog even boodschappen doen. Ik hoop niet via de link vandaan. Station Deep Car op weg naar Worldly, of hoe je het ook op zijn Engels wil zeggen. Stoppen over 4.5 miles, oké. Okay. Nou, de vaart zit er goed in. Nou, de frames die zijn ook geweldig, 80 frames. Hey Tom, goedenavond, welkom. Oké, ze zijn gefit. Dat is mooi. Anders was het remmen echt niet gegaan met deze. Nog een gronk. Volgens mij werken alle gronks uit heel Engeland hier tegenwoordig. Ah, tegenwoordig vroeger.
We zijn helemaal van Sheffield. Van hier, van het uiterste van de route. Zijn we al helemaal hier langs gegaan. En wij zitten... hier op dit moment. We gaan via hier. Hier stoppen. Gaan we wat afgooien. Gaan we wat aankuppelen. En dan gaan we naar de hele andere uiterste stuk van de route. En als het goed is, gaat deel 5 gaat weer terug richting Manchester. En deel 6, dan zijn we weer in Manchester. En hebben we ook nog een deel 7. Dat is genaamd Overtime. En wat die gaat doen, dat zou ik niet weten. Dat zullen we laten zien. NS Arnhem, bedankt dat je hier was. Tot de volgende keer. Veel plezier op de barbecue. Het is ook geweldig weer ervoor. Ik zou zeggen, geniet ervan. Hey, Rail van Stan. Goedenavond. Welkom. Ik zou bijna vergeten dat het 30 miles per hour is. Een double yellow. Als het goed is, krijgen we een message. Of niet? So, you will approach PW STN1. Reduce speed down to 50 miles per hour before you change the before you change track soon. When you are on PW STN1, get as close as to the signal as you can, so then you can move reverse to so you as you can, so that maakt wat uit. Kijk, en we hebben weer groen. Dan zal vast achter dit scenario een heleboel Lua-script gaande zijn. Hey Gerben, goedenavond. Welkom. Nou, de bovenleiding is niet perfect hier, maar ja, dit is ook een route uit van Train Simulator, wat was het, 2012? Volgens mij kwam deze bijna mee zelfs. Ben er pas net aan de barbecue van het werk. Oh. Lekker. Wat heb je allemaal gehad dan? Ton, bedankt voor de host.
Move backwards to Bronze 5 to uncouple all the wagons. When you are close enough to the signal and your last wagon has passed the switch at your rear, then all switches will get set to Bronze 5 automatically. If not, get close to the signal with your lock and check again. Nou, het pad is gezet voor ons. Goedenavond, Son, welkom. Rolof Heikens, goedenavond, welkom. Nog een turntable. Ik weet niet of die veel nut heeft, maar... Ja, om een lok om te keren, maar... Dan nog wel. Nou, we zijn er bijna. Oh, dat ze zeker hebben. Dat is het zeker. Ask for permission to leave the yard, then move forward again to the direction PWSDN1. Request the passing, no danger, you approved. Als het niet te warm is morgen, dan ga ik met iemand samen zwemmen. Oh, lekker. Lekker genieten van het weer. Laat maar raden, moeten we zeker... Nee, we moeten daarheen. Stop, add. Oké. Okay. Ask for permission if required and proceed to the reverse point right after the bridge. Stop once you have approached Ref 24. Nou, we hebben groen. Klein beetje speeding. Laten we zo zeggen, we hebben zwevende hekjes. Maar dit is niet Blame Dovetail of wat dan ook. Dit is gewoon kwaliteitscontrole van Train Simulator 2012. Toen kon dat nog. Nou, optrekken naar 40 miles per hour.
krijg het idee dat als het een... maakt niet uit wat voor weer het is. Ik denk dat het sowieso wel druk is in het zwembad. Maar ik heb al een aantal jaartjes niet meer gezongen. Ik wil dat van de zomer wel een keer gaan doen, maar dan moet een keer op een dag zijn dat het wat rustiger is. Ik ben niet zo van de hele drukte. We are approaching Ref 24. Ik ben benieuwd of dat standaard markers zijn of dat die erin zijn gelegd. Ah. Net zo kan het niet, net na de bridge. Switch cap, press Strg, UK of Strg, German. What like the arrow when you're using the HUD. As we now move in reverse direction to pick up a set of wagons before we head to Pinestone to wait. Don't exceed 50 miles per hour. Ja, en de lok is ook mooi. Dat is een Class 37, ook wel bekend. Als zijnde een tractor. Door het geluid. Met het Armstrong Powerhouse Soundpack erop. Oh, dat zijn deze wagons aan de andere, aan de rechterzijkant van ons. Met de koetjes. Pick up all wagons to your right. Permission hebben we niet nodig. Want we hebben al permission. Oh. En hij is al om. We rijden een klein stukje door. Dat is vroeg, Leo. Nou, vroeg. Meestal ben ik er ook kwijt op die tijd. Zeven uur tegenwoordig voor mij is uitslapen.
Okay, move on to wait via Pinnerstone. The main track is free, so you have permission to proceed to Pinnerstone. Okay, nou, we waren door de signal heen, dus de signal is nog van ons. Gaan we daar afbuigen? Gaan we helemaal hierheen? Miles ongeveer. You enjoy savory pies, now with more meat. Moe. Koetjes zijn ook aanwezig. In de smoking house. Oftewel de caboose. Upworth. Steam hype. Hey Martijn, goedenavond, welkom. Klein beetje speeding maar.
diesel geweld. Hey Rob, goedenavond, welkom. Nog steeds druk bezig met repainten. Dan gaan we weer een tunneltje in. Nee, het is niet de Woodhead Tunnel. Die is een stuk langer. ...1607 logos aan het maken. Ja, ik denk dat de oude routes weer een beetje in zijn. Dit was al 20, maar oké. Okay. What's your speed? As most of your time you are going downhill, you may have noticed how quickly you accelerate. The downhill grade is huge, and you may get in trouble with your brakes if you are too fast. NS logo met het vierkant en twee bolletjes en het Jacob kruikje. Jacob bakkruikje. Oh ja, de Vlissingenlok, ja. Laten we zo zeggen, hij pusht mij inderdaad wel erg, die hele trein. Tunnel hype. Geen echo. Ja, soms heb je van die dagen, maar het zijn dan ben je gewoon klusjes aan het doen die inderdaad al een hele tijd liggen of die moeten. Of zo van, nou, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Elke keer stel je het weer uit een weekje later en is zo 3 maanden later dat je zo van, nou, ik moet toch een keer doen. Kun je dat beter op 1 dag doen, dan ben je er vanaf.
Maar dan later, ja, het werd hier in huis een beetje stoffig. Heb je al zo lang niet meer de stofzuiger doorheen gedaan? Kippa. Ah, dat geloof ik niet. Maar het zijn de kleine dingetjes, hè? Nou, laat maar aan. Dat zijn kleine spulletjes opruimen, opbergen, uitzoeken, weet ik veel. Een beetje speeding. Ik schaapjes in de wei. Op zich is wel handig gebruik van de bovenleiding. Kijk, en hebben we de biefstukjes. Oh, pas maar op, zult er eens kinderarbeid. Het voortdraaien van de dromedans.
Het is een beetje groen aan het worden hier. Dat is ook een prachtig weertje in Engeland. Speeding met 0,1 km per uur. GG. Ja, dat is de narigheid met katten zo. Van ze, leuk om ze te hebben, maar vervolgens lopen ze door de hele buurt heen. Poepen ze in de tuin. Gaat weer stinken. Kattenschrik, zijn dat die kastjes die lichtflitsen geven? Nou, laten we zo zeggen, volgens mij zijn ze er echt niet bang voor. Is er nog hype, stoomhype, wat nog meer? Ik zou het niet weten, Rolof. Afremmen hype naar 15. Brughype. Veel wonden in de buurt. Die van jou komen speciaal naar binnen om op de bak te gaan. Nou, ik zou zeggen, Jeroen, daar heb je ze goed opgevoed. Oh ja, stop eens hier zat hoor. Kijk, een Beer Blue. Terwijl dit de Beer Green periode is.
Of van de headcoatbakker. Ja, ik weet niet, zo werden ze vroeger aangegeven. Laat ons ons zien, Jorn. Hanner. Op naar Womp Well. Dan gaan we als laatste gaan we nog even tanken. Zo, we zijn bijna klaar. Wat is de Martijn? Ik kan ook nooit eens de deur openzetten zonder dat die vliegen naar binnen komen. Oh, ik heb er zelfs met een raampje hier. Die dan zogenaamd de weg niet naar buiten kunnen vinden. Nou, laten we zo zeggen, die vliegen zijn slimmer dan je denkt. Als je eenmaal hun vliegroute weet, dan gaan ze vanzelf weer naar buiten. Ook al duurt het soms even. Nou, we zijn er bijna. Zijn we op het zometeen op het grote rangeerterrein. Dat was niet de bedoeling. Nou, laten we zo zeggen, als je er weer één vlieg naar buiten hebt, dan vertelt die vlieg op een of andere manier de andere vliegen zo van, hey, daar kun je naar binnen. Maar dan kun je er ook weer uit. Dan leren ze van elkaar. In ieder geval zo is het bij mijn ouders heel vaak het geval.
Ik weet niet, ik heb hier nog niet zo'n grote vlieg binnen gehad nog. Dus ik weet het ook niet hoe die op reageert. We hebben nog rood. Let op, zijn we zo meteen genoeg afgerept, gaat hij op oranje. Zie je? Groen. Nou, blijkbaar zit daar de KFC verderop. Daar waar dat zijn huisje is. Nou, op zich, je kunt nog steeds op de kaart zien dat je daar een heel groot rangeerterrein hebt gehad vroeger. Volgens mij hebben we hier nog een andere lok die we nog niet hebben gezien. Het laatste 47. Wat doet die hier dan? Hey Samson, goedenavond. En Spiker Senior? Gaan we zo even deze weer afkoppelen. Vliegen maken geluid als tegen het raam vliegen, dan hoor je dat horen die katten en dan hoor je smack smack en is je vlieg weg. Een couple oil wagons. Mooi. Okay, now move forward to review some diesel for our trip back to Manchester. Once you're at the diesel station, press T to review a bit until then. Okay. Nog het laatste 47. Een review en dan gaan wij naar de wat stabling.
magisch gaat de diesel erin. Just move forward towards stabling one and stop there. Oké. Okay. Waar er weer te veel previews de laatste tijd op andere kanalen, wilde maps, bliefjes, waar blijft jouw map? Nou, ik weet niet of Blivius er is, ik denk het niet. DTG had het er toch ooit een keer over met dat een driewegwissel niet werd aangeraden omdat het te moeilijk was. Nou, de route ligt er vol mee. Zelfs een vierweg heb ik een keer gezien. Well done, you completed the scenario successfully.